mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan wij opnieuw de begrenzer monteren, maar deze keer via je SIP en 2.0 variant. Kijk mee. Ik merkte dus dat er nog veel vragen waren over deze begrenzer en daarom heb ik dus besloten om nog een keer een nieuwe film te maken. Over deze begrenzer. Het is een draadloze begrenzer. Het is een begrenzer die je kan afstellen op welke snelheid je hem wil. Als je een begrenzer wil hebben, het is echt een fucking prachtig mooi ding. Maar er waren veel vragen. Die gaan we vandaag beantwoorden. En we gaan het nog beter afstellen dan voorheen. Daar ga ik nu alle ingrediënten klaarleggen. Kijk mee. Want we gaan beginnen. We gaan sleutelen. We gaan laten zien wat aan de hand is. Dat is... Ja. Cool. Wat heb je nodig voor de ideale kit? Nou, dat is allereerst een begrenzer. Een kopje koffie. Een bougie, het is trouwens voor de 4-takt 2-klepper. Dus een bougie, vario-geleidertjes, rolletjes. Die zijn heel belangrijk voor de juiste trekkracht. En dat zijn deze, van Malle Ossie. We gaan een veegsnaadje pakken. Sproeier 82 en last but not least, zeg je dat zo? Yep. Ja, dat zeg ik zo. Een bougie dop rubber voor de bougie dop. Deze is heel storingsongevoelig. Dit is een hele mooie upgrade. Deze zou je eigenlijk absoluut moeten monteren. De bougie dop rubber. Even kijken, heb ik nu alles? Ik ga even kijken op de site. Set bestaat uit de CD, check. Face-na, check. Rolletjes, check. Sproeien, check. Firing, verder, politie, geleider. Nou, alles ligt dus al. In ieder geval wat nu op de site stond. Maar we gaan het uitbreiden. We gaan nog een groter pakket van maken. Allereerst. Dit is die begrenzer. Dit is die begrenzer. Gewoon een CD-bobine. Net als alle andere. Als vergelijkingmateriaal. Dit is die van een bromfiets. Die heeft alleen een andere kleur stekker. En dit is die van een snorfiets. Normaal gesproken die heeft een wit stekker. Oh, dit is dan de begrenzer. Nou, de CD dus. Hier zit een potmeter. En die kan met een heel klein platkopje. Kan je die afstellen. Of met een kruiskop. Echt fucking klein. En als we deze draaien, dan stellen we af op meer snelheid of een lagere snelheid. Het ding is wel, dit onderdeel is echt fucking super fragiel. Je hoeft absoluut geen weerstand te geven. Dus als je doordraait, hoef je hem echt niet met weerstand te draaien. Want het gaat heel soepel. En als je hem wel met weerstand doordraait, dan bos je dit schroefje. Ben je gewoon meteen garantie kwijt op de CD en is hij zeker kapot. Ik kan hem niet meer gebruiken. Dus gewoon heel voorzichtig, heel fragiel, eventjes lekker gaan draaien. We hebben de Malossi rolletjes. We gaan deze keer voor 5,7 gram. Daar hebben we iets meer trekkracht en een langere behoud van de kracht in alle tijden. We hebben hier een originele Piaggio snaar. Waarom? Omdat oude snaren gewoon slecht kunnen reageren op de nieuwe rolletjes en heel nieuwe afstelling überhaupt. Dus wij doen altijd een nieuwe snaar erin en origineel van Piaggio. Dan is hij het laagstorigst en het krachtigst. Dan heb je ook natuurlijk geen kans dat hij breekt. Een verse bougie om storingen te voorkomen. Gewoon een NGK'tje, een mooie bougie. Vario geleiders, omdat die kunnen uitlubberen en uiteindelijk kapot kunnen gaan. Dus die doen we standaard nieuw. De bougie dop rubber. Deze heb ik nog nooit eerder verteld. Dit is een bougie dop rubber van een motorfiets origineel eigenlijk. Die gaat hier overheen. Over de bougie dop dus. En ter vergelijking van de oude dop. Deze sluit hem veel langer en veel dieper af. Hier komt echt geen druppel vocht bij. En daarmee voorkom je dus zelfs als je hoge druk spuit gebruikt. Dat hij niet staat omdat hij gaat haperen, storten. Allemaal shit wat je echt niet wil. Bougie dop rubber dus. En tot slot een sproeier voor meer brandstof. Want dat heeft hij gewoon nodig als je zwaar gaat rijden. Als je meer trekker wil. Dus een sproeiertje 82 gaan we deze keer erin zetten. En nu gaan we als eerst laten zien welke gereedschap we daarvoor gaan gebruiken. En als we dat hebben laten zien, dan ga ik het ook even gebruiken. En dan zien we porno shots van Joshua himself. Eerst een slokje koffie. Porno shots van mij? We hebben nodig voor deze aanpassing een ratel. Een verlengstuk. Een dop 8. Een kruiskop. Een platkop. Een kniptang. Een frittelateur. Deze voor de makkelijkheid. Een boordje. En natuurlijk de kruiskop of platkop voor het instellen van je snelheid voor de begrenzer. Oké dan, we gaan beginnen bij het begin en dat is het demonteren van de oude CD.
Goed, we hebben hier dus de oude bromfusie, want hij was al een beetje opgevoerd. Met de bushiekabel en hier de bushiedop. Je ziet hier het oude rubber. Die trekken we eraf. Huppakee. En dan hebben we hier het nieuwe rubber. En dan kan je het verschil zien. Van bijvoorbeeld de binnenkant. Hier zie je een hele lange, dikke, rubberen stuk naar binnen. En dat is hier maar een heel klein stukje. Nou, dat maakt verschil qua vochtdichtheid. Dit is dus de oude CD. Daarvoor gaan we de oude bushiekabel in de dop gebruiken. We hebben net al de bushiedop rubber eroverheen gezet. Die kan je gewoon eruit draaien. Tenminste, als je al een keer een andere CD hebt gehad. Bij een SIP zit die vaak vastgelijmd. En dan moet je hem doorknippen. De oude CD is dan trouwens niet meer bruikbaar. Huppakee. Wat ik altijd doe is, ik doe een stukje isolatie eromheen. Omdat de vonk van deze CD is zo sterk, of van de bobine eigenlijk, dat hij was overslaan naar het frame, dan heb je ook een storing. Als je hem dus opnieuw isoleert met nog meer rubber, dan kan die vonk naar het overslaan en heb je gewoon een beter resultaat. Dus we gaan die kant op. En dan pakken we een stukje leiding. Zo, hier. Even kijken wat met Jeroen is gebeurd. Ja, okay. Dat is er. Oh, Jeroen. Oh, holy fucking. Wat, ik zie maar niks. Oh, what the. Ik moet weer wegklikken. Oh. Yes, top. Kijk. Nou, dit is dus een extra. Dit is eigenlijk een vacuümleiding die ik over de bushiekabel heen doe. En daardoor kunnen we de vonken niet overslaan. En dan draaien we die kabel gewoon in die CD en vast is vast. Het is wel eens gebeurd dat het schroefje van binnen is gebroken, dus zeg maar het schroefdraad. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben, want dan is je ook kapot. Dat wil je niet. Prachtig! That's it. Nou, de nieuwe CD is klaar. Het beugeltje gaan we even overzetten. Dit is wel een kapot beugeltje, maar wel een beugel die net goed genoeg is. En dan installeren we niet helemaal die CD meteen in het frame, want we moeten hem zo meteen hier nog afstellen. Als je hem nu niet gelijk vastzet, dan kan je hem zo meteen nog makkelijk afstellen, dan moet je steeds demonteren, bla bla bla. Het is helemaal nergens voor nodig. De beugel zit inmiddels ook. En dan even kijken of al deze metalen pinnetjes die erin zitten, of ze recht zijn. In dit geval is dat niet het geval, dat kan wel eens gebeuren. Dan moet je heel even zo doen met een platkop. Zo, nu zie je wel, zie je ze allemaal op een rij. Ja. Nou, als alle pinnetjes op de juiste rij staan en alles is klaar, dan zit het helemaal klaar. Dan kan je hem gewoon inklikken zo. Ook zonder weerstand, want het hoeft helemaal niet meer weerstand. En dan de bushie op de bushie meteen. Maar we vangen natuurlijk ook de bushie om die storing te voorkomen, dus die ga ik nu vervangen. Hij maakt dus gebruik van deze bushie, de NGK CR8RB. Met deze bushie hebben we de minste storing gehad ooit. En die ziet er zo uit. Bougie. Dit is een nieuwe bougie en de oude bougie had daar gelukkig een NGK CR8RB. Dus dat was prima, alleen we doen toch wel een nieuwe erin. Dat is deze. En we weten zeker dat we alles hebben gedaan om een storing te voorkomen. Vast is vast. Als hij breekt in de kop heb je echt een probleem. Als de bougie zit, dan de kop erop. En... Zo, die zit ook. Oké, hier zijn we klaar. We gaan nu beginnen. Met de afstelling achter de kaartkap. Welkom aan de andere kant. Aan deze kant gaan wij dus de kaartkap loshalen. Dat is dit ding. Gaat helemaal los. En daar gaat dan dit onderdeel in. De feestnaar. De rolletjes. Oh. En de variogeleiders. En als je trouwens nog een vuiling in je motorblok hebt zitten, dan moet je die er zeker uithalen. Anders krijg je heel veel overtoeren op vol gas. En daar heb je niks aan. Dat is schadelijk voor je blok. Deze moet eruit.
Hier heb ik de Vario in mijn handen met de oude rolletjes. Dit zijn allemaal losjes 6,5 gram rolletjes. Die harder goed kunnen zijn. Alleen we hebben nu gemerkt dat met lichte rollen hij nog beter trekt. De variateur dus. Er zat een Vario ring in. Dat is deze. Die gaat eruit. En door zo'n Vario ring krijg je banen op de Vario. Deze zijn nog niet diep genoeg om de Vario te moeten vervangen. Maar als je heel lang met zo'n Vario ring rijdt, dan kan de snaar niet hoger dan een bepaald punt en dan krijg je hele diepe banen en dan krijg je dus een raar brandstofverbruik en een raar toerenverloop die je niet wil. Dus ring eruit in ieder geval, want dat hoeft niet bij een begrenzer. Nieuwe glijdertjes gaan we erop zetten. Dat zijn deze. De oude rol is 6,5 gram, die ga ik weggooien, want kijk, deze is een beetje raar versleten. Zie je dat? Hier hebben we de Bendix. De Bendix kan gewoon vast terug in het blok, er hoeft niks mee te doen. De Vario glijders, die hebben een bepaalde kant. Zo kan je ze niet monteren, je moet ze zo monteren. Dus niet zo, maar zo. En alleen dan passen. Klein beetje erop tikken, want ze zitten best strak. Hoppakee. Dit zijn trouwens Polini Vario geleiders dus. En hier de variateur. En daarin gaan nu Malossi 5,7 gram rolletjes. Met deze rolletjes heb je nog meer trekkracht dan met 6,5. Oké, de variateur is klaar. De 5,7 gram rolletje zit erin. De Polini Vario glijder zit erin, dus dan kan hij terug op het motorblok. Eigenlijk op de krukas. Zo, hup. Dat is klaar, maar we hebben hier de koppeling. Dit is de koppeling. En dit zijn de segmenten. En de segmenten die krijgen een soort schuurlaag, een beetje een roeslaagje. En dat kan ervoor zorgen dat als je wegrijdt naar het stilstand, dat je dit geluid hoort. Toch? Heb je dat geluid wel eens gehoord? Nee. Heb jij het geluid wel eens gehoord? Oké, nou in ieder geval als je wegrijdt, je geeft vast. Deze koppeling slaat uit in de koppelinghuis. Deze koppelinghuis, koppeling slaat aan, hoor je. Nou, dat geluid moet je niet hebben en dat kan je dus voorkomen als je dit opschuurt. Het komt wel helaas altijd terug, maar goed, voor de time being is het in ieder geval weg en dat is fijn, want dan heb je geen geluid meer. Ik ga ze even opschuren. Doe het met fijn schuurpapier. Want dat vindt hij fijn. De segmenten mogen helemaal mat zijn en als ze helemaal mat zijn, dan is het goed genoeg. Dan is hij lager. Zie je dat? En zo ziet hij eruit. Dan is hier al het vuil vanaf, dan is die ook klaar en dan hebben we nog hier in het koppelingshuis. Let maar op, let op hè. Dat is vies hè. Zo, die is ook schoon en dan kunnen we nu gaan terugmonteren. Let op, de V-snaar origineel Piaggio heeft een draairichting. Ja. Check. Dus zo moet hij gemonteerd worden. Als je gas geeft, gaat hij zo. Ja, koppelinghuisje kan erop. Krukkers moet je met hand vast helemaal erop zetten. Dan kan je niet verkeerd doen. De V-snaar druk je gewoon helemaal in de pulley. Dan heb je hier heel veel vlees. En als je hier heel veel vlees hebt, dan kan je deze er heel goed op drukken. Zo. En dan kan het niet verkeerd gaan. Ook deze krukkersmoer helemaal handvast. Want dan bos je krukkers niet. En tot slot ben je helemaal klaar hier. Doe geen ring in, helemaal niks. Je pakt je frutteltje, want die heb jij natuurlijk thuis liggen. En je fruttelt. Hoe klinkt je frutteltuur? Nee, hoe klinkt die? Hard, hard. Nee, met meer slagadelijke, dat je zo die slagader omhoog komt. Ja. Zo klinkt hij dus, hij klinkt zo. Wat ik altijd zeg als iemand vraagt hoe klinkt de fruttel, dan zeg ik altijd fruttel, fruttel, fruttel. Zo klinkt hij toch? Laat maar. En nu gaat de karkap terugmonteren. En kijk dan ook of er niks tussen zit, of je helemaal overal niks aansluit. Nou, dat doet hij, dus daar kunnen alle kartenbouten erin. Nogmaals, je hoeft de kaartenkant niet meer open te houden, dus je kan nu gewoon helemaal dichtbouwen. En vandaar ook gewoon dat er geen toevoeging eigenlijk gewoon weer dichtbouwen.
Oeh, die was goed, maar die was echt raak, hè? Zag je dat? Hop. Kan ik echt goed snel in dat gaatje stoppen, zag je dat? Je bent echt pro. Pro holder. Ik noem ook wel Tiger Woods. Ik schiet zo in mijn bal in het gat. Maar hoe klinkt dat dan? Een bal in de gat? Ja, ja, ja. Dat kan ik niet doen met deze vinger, maar anders had ik het graag gedaan. Het in het gat geluid. En als je dan eruit gaat, hoor je... Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. De kaartkap zit helemaal dicht. We gaan nu beginnen met de sproeier. En een sproeier doen we aan de bovenkant van de scooter, want daar zit de carburateur. En dan kan je makkelijk bij, zit de clipje bij. En ergens in deze werkplaats ligt dus die sproeier en die gaan ze op demonteren. We halen dit clipje even los. Karman. Ja? Als die stik naar dode muis, dan ben ik het. Oh, fuck. Gaat die expres? Gaat, daar ging ze. Fuck, fuck, fuck. Hier zit dus de carburateur. En hier zit de tire, die moet je wegknippen. Zo. En dit slangenklemmetje, een platkoppie. Moet even losdraaien. Dan deze. Au. Dan deze zo. En deze zo. En die zo. Ja, oké. Deze moet hier zo. Die hoeft niet meer, die is kapot. Oh, sorry. Dan halen we deze drie kruiskoppers los. En let op, kinderen, kijk maar van. Kinderen, kijk maar. Even zitten, kijk maar. Kijk eens naar hem nu. Hier zit mijn Moment of Fame. Ja. Hier zit mijn Rise to Shine. Ja. Hier zit mijn Intouchable. Zit je mijn neus aan in te zoomen? Nee. Oké. Top. Ik ga het nu vertellen, dat is belangrijke informatie. Top. Wacht dat die scooter weg is. Oké. Daar beneden is de carburateur. En in die carburateur zitten drie schroefjes. Die drie schroefjes zijn heel moeilijk om los te halen, want de fabriek maakt kapot strak vast. Dus je hebt maar één kans om die schroef los te halen. Lieve mensen, let dan ook op, met die ene kans heb je dus de kans om te verneuken of om los te krijgen. En de meeste mensen verneuken die schroeven, wij niet. Maar ik wil jullie dus waarschuwen en behoeden tegen die schade, want anders moet je gewoon echt, is gewoon echt kut om los te krijgen voor een beginner. Weet je, kijk, als wij zeg maar zo'n schroef fokken, dan krijgen we alsnog eruit, want we hebben gewoon Jeroen en Jeroen doet met zijn tanden zo. Vandaar dat ik ook zo'n gebit heb. Laat je tanden zien. En het is wel vrienden. Schroef 2 is gelukt. Applaus, applaus. Schroef 3 is gelukt. Oh, wat is dat water wat eruit komt? Dude, dat is geen water, al. Je mag er best een slokje van nemen wat je wil. Of ga je liever voor je Monster Energy Punch? Ik ga even voor deze. Oké, cool. Kan je dan even deze alvast halen? Dan vang ik hem tussen je sproeier. Sproeitje 82 dus. Huppelethee. Dit is een vlotte bak. En in die vlotte bak zit een pakking. Deze zwarte rubberen pakking. Die pakking die moet in zijn pakkingbed zitten. Als hij niet in zijn pakkingbed zit, dan zit hij ernaast en dan heb je dus een lekkage. Dus zorg dat hij erin zit. Zit hij niet in, gebruik dan laag vet, druk het erin en dan blijft hij op zijn plek. Dankjewel. Einde bericht. De scooter is klaar. De begrens zit erin. Alle ingrediënten zitten erin. Nu ga ik de deur open doen. Als de deur open is, gaan we de scooter naar buiten rollen. En als dat is gedaan, dan kunnen we gaan afstellen met die potmeter. Heel voorzichtig dus, omdat die snel kapot kan gaan. Wat de snelheid is die je moet rijden als hij begrensd is. En wat de snelheid is als hij moet rijden wanneer hij ongrensd is. En ik kreeg ook de fucking vraag de laatste keer van... Oh ja, dat is echt fucking grappig dit aan. Voor mij heb ik het al een keer verteld. Dit zijn de afstandsbedieningen die je gebruikt.
Dit zijn de afstandsbedieningen die je gebruikt om de scooter mee te ontgrenzen. Dus als je hierop drukt, dan gaat hij hard. Als je wilt dat hij weer langzaam gaat, dan moet je contact uitzetten, zorgen dat de motor helemaal uit is. En dan weer opnieuw starten, dan is hij begrensd. Maar mensen dachten dus dat wij denken dat je dit zo moet laten hangen. En dat de politie dan ziet dat je hem begrensd hebt. Nee, natuurlijk niet. Je moet dit alleen maar aanzetten op het moment dat je, dus weet ik wel, je sleutels thuis ophangt. En als je gaat rijden, dan klik je er een keer op en doe je hem in je zak. En dan ziet de politie dus niet dat je hem begrensd hebt. In ieder geval niet door dit ding. Zoals ik al eerder zei in deze film, was het dus de bedoeling dat je de CD even los liet hangen. Waarom? Nu als je hem als eerst gaat starten, kan je misschien helemaal geen toeren geven omdat hij nog helemaal niet afgesteld is. Dus we gaan even kijken of hij überhaupt nog start. Want er zit natuurlijk net de nieuwe sproeier in. En daardoor is al het water eruit gelopen. We gaan nu afstellen. Je hebt hier die potmeter. Zonder weerstand. Even één keer vol gas. Kijk, nu kan hij zo weinig toeren geven dat hij niet eens meer gas kan geven. Dus dan doen we nu even een klein stukje. Heeft geen toeren. Nog een stukje. Heeft al iets meer toeren. Iets beter. Dit is te hard. Kijk, nu is hij begrensd en zo klinkt hij dan. En als ik nu op het knopje druk, dan gaat het lampje branden. 1, 2. Dan gaat hij opgrensd. We hebben al heel veel begrenzingen ingebouwd sinds de lancering van de eerste film over die begrenzen. Dus inmiddels weten we wel bij de snelheid van het wiel hoe die draait, wat ongeveer de snelheid is die rijdt op de weg. En nu is dat. Dit zou te langzaam zijn. Ik denk dat hij nog met 15 zou gaan. Dus we moeten iets meer toeren maken. Oké, nou die wielrenners die trok je wel uit, maar alleen ontgrensd. Nou, hij ging nu 22. Nou, dat is prima, maar het is niet prima voor de rollenbank. En je moet wel een beetje geloofwaardig overkomen. Dus het mooiste is dat je tussen de 25 en 30 afstelt. Dat ga ik nu dan ook proberen. Let maar op. Ja, toch ontgrensd. Lul. Ga er even rijden. Wil je testen? Hij ging me naar 32. Met jou denk ik 30. Ik denk niet dat de CD stampt, hè? Nee. Deni gaat er zelf scooter testen. Ik heb net afgesteld ongeveer 30, 32 km per uur. Zodat hij met hem erop ook ongeveer 30 gaat. Hij is ietsje lichter dan ik, dus ik moet wel een beetje rekening houden, weet je, om het afstellen. Hij rijdt fucking lekker. Het schroefje is erg gevoelig dus op hoe je hem afstelt. Het is een heel mooi apparaat, maar het is alleen mooi als de afstelling en onderhoud van je scooter perfect is. Is jouw scooter in slechte staat qua onderhoud? Ja, koop dat ding dan alsjeblieft niet. Want als ik kijk, gaan we hem zeiken van ja. En ik heb de begrenzing ingebouwd, maar hij reageert, hij hapert en hij doet dit. Dat klopt. Hij kan ook haperen reageren, maar dat doet hij alleen als de afstelling en onderhoud van je scooter kut is. En daarom is het belangrijk dat je de juiste afstelling erin gooit met de juiste ingrediënten om die storingen te voorkomen. Waaronder een bushy dop rubber. Een bushy dop rubber, een bushy enzovoort. Ja? Einde bericht. Deze scooter heeft ook getest en met hem ging de scooter nu 31 op de teller. Dat is gewoon een hele mooie score. Dat is een beetje geloofwaardig bij de politie als je aangehouden wordt. Je kan hem ook op 20 afstellen, maar ja, dan gaan ze weer vragen van hey, wat de fuck is aan de hand, weet je wel, dat zou je niet hebben. Ik ga nu de CD terugbouwen en als de CD teruggebouwd is, dan gaan we nog even één keer testen laten zien wat die dus begrensd rijdt op de teller enzovoort en ontgrensd. En ik was nog één ding vergeten te zeggen. Als je het pakket straks inbouwt en je haalt de vuiling eruit en je stelt hem af zoals we hebben afgesteld, dan gaat hij ook veel zuiniger rijden trouwens. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk en leuk detail. Want je hebt veel minder toeren straks, omdat je overtoeren krijgt door de vuiling en minder slijtage. Dus al pluspunten om begrensd te nemen. Ik wil dus iedereen koop een begrensd bij WFJ's. Ik ga even vastzetten. Oké, die jongens, inmiddels regelt het wel, maar het is tijd voor de ultieme test. We gaan kijken hoe hard die begrensd gaat en ontgrensd met daadwerkelijk rijden. Dit is in de begrensde stand.
34 max. Trek prima. We gaan zo meteen ontgrenzen. Oké, de YouTube. Zijn jullie klaar om te ontgrenzen? Druk dan nu op like. Druk nu op like en dan gaan we volgen. 1, 2, like hè. Like, gaan we volgen. Zijn jullie klaar voor? Vol gasten, dit was de video van de Begrenzers 2.0. We hebben deze Begrenzers dus nogmaals al een keer erin gebouwd voor de video volgens mij Joey. En dat was met de Vespa Sprint als ik me goed herinner. Deze keer de Piaggio Chip omdat het allereerst een vraag was over een Begrenzer bij een Piaggio Chip hoe je daar rijdt. Normaal gesproken zijn de resultaten ook tussen 60 en 65. Deze ging 60, het is ook wel een oud beestje moet ik eerlijk zeggen. En we hebben geïnstalleerd, hij trekt goed, begrensdheid goed, hij rijdt fucking nice. Maar wil jij wel weten hoeveel pk deze begrensd nou precies heeft met zo'n scooter? Ja, dan moet je even reageren op de video dat je dat wil zien natuurlijk. Want dan brengen wij hem naar DDL Tuning, want die heeft een testbank. En dan kun je heel mooi zien wat het nou precies doet. En hem nog accurater afstellen met een nog betere afstelling tegen die tijd. Laat ik het anders zeggen, bij 5000 likes onder deze video. Met 5000 likes van deze video pakken wij opnieuw een scooter, een Zip, een Primavera, een Sprint en een Lynx of een S. Om zo'n begrenzer in te bouwen en doen we opnieuw de afstelling afstellen. En dan gaan we kijken op de testbank wat die aan vermogen doet. Dat dus, deze begrenzer kun je bestellen op www.joeyschaap.nl als begrenzer los of als heel pakket. We hebben nu drie varianten. 1. De begrenzer los. 2. De begrenzer met het huidige pakket wat al heel lang te koop is. Of 3. Het nieuwe pakket, dus ook met een bushie en met een bushie rubber enzovoort en met een nieuwe rolletje enzovoort. Dus dat kun je kijken op joeyschaap.nl. Ik dank je allemaal voor het kijken naar deze video van volgens mij Joey. Blijf volgen op YouTube en Facebook. En abonneer natuurlijk op dit kanaal. En tot slot. Haha. Wil je dat nog een film maken van... hoe je in de scooter staat met afstandsbediening? Dan moet je reageren op de video, want als wij genoeg aanmeldingen krijgen dat jullie dit willen zien, scooter staat van afstandsbediening, dan gaan we maken, maar dan moet je wel reageren onder deze video en 5000 likes voor de testbank. Telling we! Net op tijd.